de Dynastar Intense 10. 73 onder de voet, dat maakt hem echt een pisteski. En wat me direct opviel, is dat hij heel makkelijk te draaien was. Hij is heel makkelijk te slippen. Waarom? Als ik zo de ski tegen elkaar aandruk, dan zie ik dat de rocker eigenlijk vanaf hier al oploopt. Dus dat maakt de ski in zijn draaigemak een stuk korter. Wat ik daarbij wel merkte, is dat ik wel druk op zijn punt moet houden. Want als ik te veel achterin kwam, merkte ik dat die punt een beetje ging zoeken. Maar het is voor een dame die skiet op de piste, die wel van variatie houdt. Dus wat rustiger wil skiën, maar ook wel een klein beetje gas wil geven. Die ook wel karbocht wil maken. Voor wie deze ski bedoelt, is eigenlijk voor die dame die alleen maar op de piste blijft. Die wel het draaigemak in de rokken wil hebben, maar die af en toe ook wel even de ski op zijn donder wil geven om een beetje gas te geven en lekker die karbochten te maken. Qua looks, nou, qua kleur vind ik hem zelf erg mooi. De lijn van de Intense is erg mooi. De Intense lijn heeft ook meerdere varianten. Ik ski dan de 10, maar je hebt ook nog lager en je hebt zelfs nog eentje hoger. Dus je kan zelf het getal kiezen wat bij jou past. Absoluut een super piste ski.